die meneer, u liegt. Van voor tot achter zeg ik hier. U mag blij zijn dat Pinocchio een fabeltje is. Als kwam hier de deur. Je bent zuinig op je spullen. En zeker op die mooie suède jas die je alleen bij bijzondere gelegenheden draagt. Groot is dan ook de verbijstering wanneer deze jas uiteindelijk als een vod terugkomt van de stomerij. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Oh, wat ben jij nou? Ik vond het eigenlijk heel lullig. Dat mag meneer zo vinden. Ik vind van niet. Ik ben geen leek op dit gebied. Ja, blijkbaar wel. Dat bent u met me eens, hè? Dit is toch belachelijk. Ho, ho, ho. Vanavond een echte consumentenzaak bij NCRV's Rijdende Rechter. Een dame op leeftijd uit Maasbracht brengt haar suède jas naar de stomerij. Als ze weken later haar jas ophaalt, is ze in eerste instantie tevreden met het resultaat. Maar die tevredenheid is van korte duur. In november 2001 heb ik mijn mooie suède jas laten reinigen, omdat er een vlek zat op het achterpand. Ik heb mijn jas afgegeven hier in het dorp bij het depot van de stomerij. Ze hebben de jas doorgestuurd naar de stomerij in Valkenswaard. Na een maand kreeg ik de jas eindelijk terug en de vlek was eruit. Toen ik thuis kwam, zag ik echter tot mijn stomme verbazing dat er een vieze bruine vlek op de voorkant van de jas zat. Mij werd toegezegd dat het correct zou worden afgehandeld. Nou, Rijdende Rechter, het bleef helaas bij mooie woorden. We zijn nu bijna een jaar verder en het resultaat is te triest voor woorden. Mijn jas is nog een paar keer heen en weer gestuurd en is uiteindelijk zonder mijn toestemming in een hele lelijke kleur geverfd en ernstig beschadigd. Meester Visser, volgens de stomerij is het reinigen van een suède jas voor eigen risico. Maar daar is mij van tevoren niks van verteld. Ik wil daarom het aankoopbedrag en de reinigingskosten ruim €158 terug. Kunt u mij helpen? Nou, hartelijk welkom, mevrouw Van der Ham. U woont in Maasbracht. Ja. Hebt u daar uw hele leven al gewoond? Nee, ik woon daar toen ik dat jasje bracht, net een jaar. Dus ik was eigenlijk nog heel onbekend. En er hing een mooi truitje in de etalage. Ging ik aan de deur en dan zag ik reinigen van suède. Ik denk, oh, dat is een mooie zaak. Hier vertrouw ik mijn jasje toe. Ja. Maar ja, helaas. Ja. En is het een jas voor dagelijks gebruik? Nee. Het is een casuaal jasje wat overal bij past. Maar je moet er zuinig op zijn. Het was een lichte kleur. Ja. Dus heel gevoelig. Ja. En mijn lievelingskleur is de tint lichtgroen. Ah. En zodoende. Die kleur die speelt een grote, rol. De kleur speelt de hoofdzaak de grote rol. Ja, dus eigenlijk is dat jasje ook helemaal niet zo makkelijk te vervangen. Dit jasje is helemaal niet meer te vervangen. Nee, maar goed. Want het was voor mij een heel bijzonder jasje. En ik voelde me daar heel gelukkig in. En ik voelde me daar ook heel, hoe moet ik zeggen, in thuis en in chic in. Maar nu vind ik, speelt het jasje helemaal geen rol meer, maar de emotionele waarde hieraan wat ermee gebeurd is, doet veel meer pijn dan dat het jasje verpest is. Ja, uiteindelijk is het toch meer een principe kwestie geworden. Dat is het juiste woord. En meneer Van Schaik, dat is de eigenaar van de stomerij, vindt dat hij er alles aan heeft gedaan om zijn klant tevreden te krijgen. Maar soms, zegt hij, staat ook hij machteloos. Ik zit al tientallen jaren in het vak. En helaas merk je dat de laatste tijd de klanten steeds sneller om schadevergoeding roepen. Zo ook mevrouw Van der Ham. Terwijl ik vind dat ik niet voor haar schade aansprakelijk ben. De bruine vlek waar zij het over heeft is niet bij mij ontstaan. Ik heb daarna zelfs getracht telefonisch tot een oplossing te komen met mevrouw Van der Ham. En werd zeer incorrect te woord gestaan. Ook door haar zoon. Overigens, elke behandeling van suède gebeurt bij ons op eigen risico. En dat staat ook vermeld op de prijslijst en affiches bij de depothouders. Rijdende Rechter, ik ben absoluut niet van plan de nu-prijs te betalen voor een oude jas. En daarbij heb ik zelf de reinigingskosten betaald. En niet zij. Hartelijk welkom, meneer Van Schaik. Dank u wel. Hebt u altijd al in het stomerijvak gezeten?
Ja, dat kunnen we wel stellen. Ja? 42, alles bij elkaar 42 jaar nu. Wat is er mooi aan het vak stomerij? Het is gegroeid uit vaders tijd, van jongs af aan. Mm-hmm. En hij heeft mij eigenlijk nooit losgelaten. De stomerijbranche is gewoon een vak apart. En dat is gewoon hartstikke mooi. Ja. Dat is gewoon echt iets apart. Dat is een vak apart. Ja, ik geloof het. Ja, maar wat, ja, ik geloof onmiddellijk dat het... U bent bijna stomerij. Ja, inderdaad. Kunt u zich het jasje van mevrouw nog herinneren? Dat kan ik me wel de dag van gisteren herinneren. Ja? Dat jasje heb ik aangeboden gekregen voor het reinigen. En ik hoorde mevrouw zojuist ook zeggen, toen ze het opgehaald had, toen was ze heel tevreden. Afhankelijk was ze tevreden. En toen ze thuis kwam, heeft ze geconstateerd dat er iets in zat. Ja, een vlek. Ja. En die vlek, ik kwam me echt niet bekend voor toen het bij mij de deur uitging. Maar daar heb ik later heen, hebben wij dus... U weet heus wat er gebeurd is met dat jasje. U weet dat heus wel. Ja, weet u dat? Maar u denkt natuurlijk dat ik een doetje ben en nee, dat nee, niet. Mevrouw. U weet heus wat er mee gebeurd is. Nou, als u het zo wil stellen... Ja, dan zo stel ik het. Nou, u weet dat heus wel. U even nou, luister eens, u weet wat er mevrouw, ja, u weet, u weet wat er heus gebeurt. Wel wat er mee gebeurd nou, is. Nou, mag meneer mag even. Ik dan? Ja. Dus ik heb de jas gewoon gereinigd en die heb ik 3 weken later heb ik die terug. Want ze zegt een maand, maar plus minus 3, 4 weken. Dan kijk ik niet op de week. Het gaat er nou over uit dat mevrouw die jas had die teruggekregen. Was in eerste instantie tevreden. Ja, en toen zag ze een vlek aan de voorkant. Ja, ik krijg hem terug. Toen u die vlek niet weg kon krijgen, toen is die jas uiteindelijk geverfd. Ja, want dat heb ik ook gevraagd hoor. Want heb ik aan mevrouw? Is dat dan nu van tevoren gevraagd? Nee, is niet. Ik heb die meneer, u liegt. Van voor tot achter zeg ik hier. U mag blij zijn dat Pinocchio een fabeltje is. Dat kwam hier de deur. Ja. Zo is het. Nog even één ding. U zegt, die jas heeft voor mij een emotionele waarde. Ja. Ik toch even willen weten waar die emotionele waarde dan verder nog in zit. Omdat ik ben reumapatiënt. En ik kan niet overal naartoe. En omdat ik in Maastricht in behandeling ben voor de pijnbestrijding, omdat ik 4 beschadigde wervels heb. En dan voelde ik mij prettig als ik dat jasje aan had en toch goed uitzien. Omdat ik niet met een bord hier hoef te lopen, dat ik reuma heb. Maar ik hoorde een tijdje terug van u dat u meer die emotionele waarde lag bij het overlijden van uw man. Daar heb ik nou, meneer, ziet u wat u liegt? Daar heeft u mij foto's van laten zien. Daar heeft ze mij foto's van nee, uit. Dat was de crematie. Daar zie je wat u weer aan het fantaseren bent. Dat was de crematie van mijn bokser. Ja, toen heb ik dat jasje aangehad. Mijn man is al 32 jaar overleden. Nou, dit heeft dan denk ik helemaal niet zo heel veel mee. Ja, dat was toch even een misser. Heeft geen zin. Dat was even een misser, alsjeblieft zeg. Goed, kijk, mevrouw zegt, die jas had voor mij een emotionele waarde. Ja. Ja, die mevrouw, de jas had voor haar een emotionele waarde, maar in de eerste instantie ging het over het bedrag wat ze graag terug zou hebben. Ja. Daarna ging het over de kleur. Er is voor u niets emotioneels aan, bedoel je? Nou, toen ging het over de kleur. En daarna ging het over emotionele waarde. Dus dan vraag ik me eigen af, waar gaat het nou onderhand over? Is de jas niet in orde? Gaat het over het geld of gaat het over de emotionele waarde? Meneer Van Schaik, ik heb u horen zeggen, ik vind dat mensen tegenwoordig zo snel klagen. Nou, het blijkt dus dat we dus echt in dure tijden zitten. En dat men probeert dus toch van alles om ergens weer terug aan het centrum te komen. Kijk, net als die mevrouw, die jas is 5 jaar oud. En die vraagt aan mij 348 gulden. Ja, dat was het waar, mevrouw. Die jas was van 98 heb ik was die gekocht. 5 jaar oud, ja, en die heb ik nog geen 10 keer aan gehad. Nee, maar dat blijft gelijk. Kijk, maar ik ben geen auto die mevrouw, je afschrijft mevrouw, op jaren. Luister, het gaat erover uit. De levensduur van uw jas is 5 jaar oud. Ja, die gaat langer mee. En u vraagt aan mij 348 gulden. Dat maakt ook helemaal niet meer uit, dat bedrag. Het gaat me hier om het emotionele nog eens. Ja. En om de manier zoals ik behandeld ben geworden. En door het telefoontje van u, mevrouw, dat ik een oplichter was. Het jasje wil hebben en een hoofdje. Mevrouw, die woorden moeten wel terugpakken, want dat heb ik dus never of nooit gezegd. We houden u hier niet mee op. Ja, want ik bibber gewoon ervan. Ja. Dan kunt u nu even rustig uitrusten. Ja. Want we gaan eens eventjes kijken naar, naar opnames die eerder gemaakt zijn. Mevrouw van der Ham had haar jasje ingeleverd bij het plaatselijke depot met de welluidende naam, u hoorde hem net al, Lady Danielle. Meester Visser ging kijken en had zelf ook een jasje om te laten reinigen. Visser, hallo. Prettig kennis te maken. Ja. Ik heb ook een jas bij u ook. Zullen we even naar binnen gaan? Ben je ook. Dat ja. Dag mevrouw. Peter de Boer. Visser, prettig kennis maken. Ja, ik heb eigenlijk ook een jasje. Ja? En even kijken.
en dat wilt u gereinigd hebben. Als dat zou kunnen. Nou, dan gaan we daarheen. Dat is waterkring. Is dat water? Ja. Nou, hij zit er ook al als droog is, hoor. Dat is waterkring. Dan krijgt u van mij zo'n dingetje. Ja. En dit correspondeert met mijn nummertjes. Dat niet ik aan uw jasje. Wij kunnen niet instaan voor verlies of schade aan knopen, gespen, ritssluitingen, centuurs of schade ontstaan door onjuiste, onvolledige of onleesbare etiketering. Juist. Er staat niks over suède. Was dat vroeger anders? Nee. Ik heb nooit andere bonnetjes gehad als dit. Want ja, het ging nog even om die depotvoorwaarden die u heeft, ja, hè? Ja, die heb ik. Daar staat jammer genoeg ook niets van in. Oh, nee? Nee. Want ik heb depotvoorwaarden gezien waarin staat... Ja, nou, dan ben ik ook een beetje boos geworden, meneer Verschaik. Want dat regeltje is er even toegevoegd. Ja, regels met betrekking tot de werkzaamheden, want er waren er 8. Ja, en ik heb en er hier staan zeven. Er maar 7 op. En ja, dan ja. Ontbreekt het stukje over ja, de suède. Daar heb ik vanaf 1 januari heb ik dus een nieuwe depothoudingsreglement opgesteld. Waaronder ook duidelijk voor suède en bruidskleding. Vanwege eigenlijk voortvloeiend uit deze feiten. Ja, ja. Wij gaan naar de stoomrij. Is oké. Ja? En dan wil ik u uitnodigen om maar bij mij in de rijdende rechterauto mee te rijden. Omdat meester Visser wel eens wilde weten hoe zijn suèdejas door Van Schaik gereinigd wordt, ging de tocht verder naar de stoomrij in Valkenswaard. Met gebruiksaanwijzing. Ja, dat lukt wel. Dat werkt. Ja. Dag. En u bent de deskundige vandaag? Jazeker. Verder kennis maken. Dus hier wordt de kleding in gereinigd. Hier hebben we afwerkapparatuur. Afwerkapparatuur. Maar dat is normaal gesproken dat de kleding wordt opgeblazen en in eigen streken in vorm wordt gebracht. Oh ja, dat heb ik altijd vroeger ook door de ramen heen. Ja. Ja. Kijk eens. Ja. Maar, ja, ik heb hem weer terug. Nee. Wat is dat nou voor een type jasje? Staat geen draaikleding, olie staat er niet bij. Real leather. Dus je zou naar een specialist moeten. Maar hier kan die dus niet gemaakt worden? Hier kan die niet gemaakt worden. Ja, dan... Nee. Dan kun je kunt het eigenlijk niet voordoen, hoe je dan zo'n... Ik heb al iets anders voor. Ik heb al iets anders voor te doen. Wat is dit? Dit is een suède. Dit is een suède. Dit is varkenskleer. Oh, ja. En is die vies? Ja, is vies. Maar dat is gewoon vuil. Dat is vuil. Dit is gewoon draagvuil, zeg maar. Ja. Dit zijn de reinigingsmachines. Dit is een 22 kilo machine. Dat is een 10 kilo machine. Ja. De werking is precies hetzelfde. Je kunt het ongeveer vergelijken met thuis de wasmachine. Voorwassen, hoofdwassen, centrifugeren, drogen. Het ruikt gelijk wel. Als ja, dat ruikt meteen. Het is een kort programma, neem ik aan. Yes. Ja. En dat gaat hoe lang duren? 33 minuten? 33 minuten. En nog wat? Ja, zullen we eens kijken, zijn we niet wat het is geworden. Het ziet er een stuk lichter uit. Ja, het is binnen zijn buiten. Oh. Het draait meestal in de machine binnen zijn buiten. Wij lopen achter u aan. We kwamen hier om te kijken hoe dat nou in zijn werk ging. We hebben al inzicht gekregen. We hebben inzicht in. Dus ik stel voor dat we nu teruggaan. Dat we nu naar de hoorzitting gaan. En dan gaan we daar rustig over de zaak zelf praten. Ja? In een van de vele feestzalen in het Brabantse uitgaanscentrum Valkenswaard vroeg meester Visser bij de partijen het hemd van het lijf. Welkom. We zijn hier in Valkenswaard. En aan de orde is de zaak van mevrouw Van den Ham Jansen tegen stomerij Van Schaik. En u bent, meneer Van Schaik, u bent de eigenaar. Deze jas. Ik heb hier een bonnetje gevonden van Vroom en Dreesman. U heeft deze jas gekocht in 1998 voor de prijs van 298 guldens toen nog. Ja. En u heeft hem maar een aantal keren aangehaald. Ja, klopt. Een tiental keren. Misschien nog niet 10 keer. Nog niet eens 10 keer. Toch was die vies geworden. Er zat een vlek. Ja, ja, door een ongeluk. Ja. Op de achterkant? Op de achterkant, links onderaan de zoom. Er zit een kringetje van krijt omheen waar de vlek was. Oh!
Oh ja. Ja. Helemaal onderaan, bij de zon. Ja. En die vlek is eruit? Ja, die was er ook uit. Om te beginnen is die stuk. Maar voor de rest klaagt u over de kleur, maar wat is daar niet goed aan? Nou, de kleur is heel zacht groen. Dat was die? Dat was die, ja. Ja, ik kijk even naar onze deskundige vandaag, textielingenieur meneer Hans Sertel. U heeft het jasje bekeken. Ik heb het jasje bekeken. Hij is wat donkerder geworden. Ja. De originele kleuren zijn niet helemaal meer, maar voor een groot gedeelte aan de binnenzijde. Mm-hmm. In de naden kunt u nog vrij aardig zien wat de originele kleur is geweest. En die is behoorlijk lichter. Nou, is ja, het zo? Maar dat is toch... Ja, nee, nou, als u nog verder tussen de stikmaren gaat, dan ziet u dat, dat het nog wat lichter wordt zelfs. Ja, ja. En dat licht, ja, dat kan gevoelig liggen. Ik bedoel, de ene kleur vind je mooi, de andere niet. Maar is er nog wat aan te doen aan dat jasje? Ik denk dat er een aantal dingen aan te doen zijn. Voorzichtig herreinigen en dan zo proberen zo dicht mogelijk die kleur die er aan de binnenkant goed zichtbaar is tussen de naden, om die te bereiken. Het tweede is, ik denk dat de voering zeer nauwkeurig zou moeten worden hersteld. En ook dat is mogelijk. Ja. En dan denk ik dat je een jasje terugkrijgt dat weliswaar niet nieuw is, maar dat zou het ook vanaf 1998 tot nu al niet meer geweest zijn. Dus, toch een goed bruikbaar jasje terug kunnen krijgen. Ja. Maar ja, vooral de kleur is voor u belangrijk, hè? Die voering, dat gelooft u wel, dat kan allemaal gemaakt worden. Ja, ja. Heeft u er enige fiducie in dat het nog een keer proberen? Ik wil met alle beste wil van de wereld wil ik nog een keer proberen en de voering laten herstellen. Daar heb ik geen moeite mee. Maar ja. Maar waar ik wel moeite mee had, toen mevrouw dus een schadevergoeding vroeg van een jasje van 5 jaar oud. Voor de nieuwprijs. Nee, geen 5 jaar. Van het jaar 98. U stelt zich op het standpunt, Suède is voor risico van de klant. Ja. Hoe had zij dat moeten weten? Dat had zij moeten weten, of althans kunnen weten. Ik heb namelijk prijslijsten, waar hier dus ook bij bevestigd is van zware kledingreinigen en wat hieronder staat is geheel voor eigen risico. Toen we begonnen dus met zeg maar aanvraag van de depothouder, hebben ze deze prijslijst gekregen. En ik mocht dan wel in gebreken zijn gebleven, misschien bij mevrouw van de Boer, dat ik dat niet vermeld heb toen de tijd. Dat zou best kunnen, daar ga ik ook niet op strijden. En dan staan sterretjes, onder andere voor een Suède jas. En voor sterretje, moet ik onderaan kijken, betekent, is waterafstotend. Oh nee, is geheel voor eigen risico. Ja, want er zijn meerdere sterretjes mogelijk, maar goed. Geheel voor eigen risico. Misschien wilt u dit ook even aan mevrouw de Boer achtergeven. Want kent u dit? Want dit is nog een guldens. Dat zegt u helemaal niks. Nee, dat Suède voor eigen rekening was of dat, voor eigen risico. Dat stond op uw prijslijst niet, zegt u. Nee, en ook niet in mijn contract. Daar staat dus... Voor mij was dat zeer onbekend. Mogelijke communicatieproblemen tussen u en de depothouder. Ja, wat heeft mevrouw daarmee te maken? Die komt gewoon een jasje brengen. Nou, mevrouw de Boer die beweert dus dat zij er niet van op de hoogte is. Maar die prijs ligt al een jaar bij haar op de toonbank. Ja, maar niet even mevrouw de Boer, maar uw klant. Mijn klant, die... Normaal verwacht ik, dus aan de depothouder, dan eigenlijk ook mededeelt naar de klant toe. Ja, maar als ze dat nou niet gedaan heeft? Nee, dan moet ik het dus naar mij terugpakken en proberen met de klant in orde te brengen. Ofwel op de hoogte te stellen. Maar een jas van 3,5 jaar oud ga ik niet als nieuw vergoeden. En zeker niet als het eigen risico is. Ik wil nog wel tot een x-bedrag, dat wat de waarde van het moment zou zijn, dus 70% tot 60%, dat had ik nog willen doen. Meneer zegt, ik heb de zaak wel willen regelen met mevrouw. Ik heb eigenlijk een schadevergoeding aangeboden. Nee, dat mevrouw is niet waar. Ik heb op zondagmiddag, 12:15, heb ik u gebeld. Dat was zondag en dat was kermis bij ons. Toen had ik mijn oudste zoon met de kinderen bij mij. Verging de telefoon en ik heb een kleinkind van 5 jaar en die zei, goedemiddag met Niek van den Ham. En dan vroeg hij voor oma. Dus ik ga aan de telefoon. Ik zeg, ja, hallo, met oma. En toen was het met Van Schaik. Meteen bang, kreeg ik een klap in mijn gezicht. Omdat ik... De naam Van Schaik hoorde. De naam Van Schaik hoorde. Ja, ik kan het begrijpen. Van het telefoontje. En, maar ik heb nog altijd de poging gedaan om u het mag ik uitspreken? U mag uitspreken, maar... Oké, dan laat me dat uitspreken. Alsjeblieft. Als u dat wenst, dan gaat u gaan. Alsjeblieft, ja. Dat wens ik. U kunt na mij reageren. Oké. En toen begon meneer zo vlug te praten dat ik dat niet kon volgen. Toen heb ik gezegd, sorry, ik wil niet aan de telefoon met u praten, want dat brengt niks. Van dat heb ik u ook geschreven, dat u niet telefonisch hoeft te reageren. Ik hoorde niet goed en meneer praatte vlug. En toen heb ik gezegd, sorry, en toen heb ik de verbinding verbroken. Goed, maar u bent erg snel. Misschien was u iets te snel voor mevrouw. Ja. Maar
Is dat nou een onredelijk voorstel dat meneer zegt ik wil 60% tot 70% van de waarde vergoeden? Is dat niet, vindt u dat niet redelijk? Dat vind ik niet redelijk. Waarom niet? Omdat die waarde van het jasje mij dierbaar is. Ik voel me daar happy in. En zeker als ik een rotdag heb, dan... Maar is dan, het vind niet ik, te dan vind ik van emotionele waarde. Het is niet te vergoeden, maar ja. U mag het houden. U vraagt wel de nieuwprijs. Ja, ik weet niet of dat redelijk is. Maar wat wilt u dan bereiken? Dat ik genoegdoening krijg. Genoegdoening. Ik denk dat ik daar maar een beslissing over moet nemen. Ik zie u daar binnen redelijke tijd voor terug in de studio in Hilversum. Ja? Tot zo lang moet u geduld oefenen. Dank u wel. Moet mevrouw het gewraakte jasje toch maar een tijdje blijven dragen? Of mag ze een nieuwe uit gaan zoeken? Hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van mevrouw Van den Ham tegen stomerij Van Schaik. Ja, Van Schaik heeft zijn best gedaan. En meer dan dat. Zoveel is duidelijk. Het eindresultaat voldoet echter niet. De jas heeft een andere kleur gekregen en de voering ligt los. Is stomerij Van Schaik daarvoor aansprakelijk? Ik meen van wel. Want de klant is niet verteld dat het reinigen van lederen kleding geheel voor eigen risico is. Of de depothoudster dat wel had moeten vertellen, ja, dat doet niet ter zake, want daar staat mevrouw als klant immers buiten. Maar nu, hoeveel schade moet er nu vergoed worden? Hè? Want er moet schade vergoed worden. Op dit punt heeft Van Schaik gelijk. Het is volstrekt gebruikelijk in zaken als deze dat er een korting wordt toegepast, want het is geen nieuwe jas. En ik moet u zeggen dat het aanbod dat Van Schaik gedaan heeft om 70% van de nieuwprijs te vergoeden, volstrekt redelijk is. Dat de jas voor u, mevrouw, een hogere gevoelswaarde had, dat mag waar zijn, maar emoties, dergelijke emoties, die hebben juridisch nu eenmaal geen gelding. Daar kan de rechter niks mee. Ik zal de vergoeding die u toekomt iets naar boven afronden voor het ongemak en dan kom ik uit op een bedrag van 100 euro. Dat bedrag moet Van Schaik dus vergoeden aan u, mevrouw. Ja, dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, gefeliciteerd. Hebt u het gevoel dat er toch enige genoegdoening gedaan is? Dat er een genoegdoening sprake is? Ergens wel en ergens niet. U hebt niet helemaal gelijk gekregen, nee, maar toch voor het bedrag, een groot gedeelte. Voor het bedrag niet. Maar ik had wel verwacht dat ik een redelijk excuus hiervoor kreeg voor wandelen en zo'n bos bloemen. Oh. Dan was ik ook al blij geweest. Ik wou nog even iets aan u vragen ook. Bent u nu bang dat er meer klanten, nog meer klanten gaan klagen? Nou, ik zal er nadrukkelijk op wijzen op de prijslijst. Ja. Natuurlijk. Ja. U denkt, maar in de toekomst gaan we dat soort problemen voorkomen? Ik heb ook van het begin af aan voorgesteld voor een redelijke schade. Nee, dat verhaal dat hebben we allemaal gehoord. Dus, en die bosbloemen? Die bosbloemen. Daar moet u zeker nog even over nadenken. Daar moet ik nog even over denken. Ik dank jullie allebei hartelijk voor uw komst en ik hoop dat jullie beiden kunnen leven met de uitspraak. Okay. Ja. Bent u ook wel eens ontevreden over de reparatie of reiniging van uw kleding? Of vindt u als middenstander misschien dat uw klant onterecht om een schadevergoeding vraagt? Bel dan direct na de uitzending naar 0900-1301 of kijk op onze internetsite www.rijdenderechter.nl. Tot volgende week. Dag.